Ik fiets over een Amsterdamse gracht op weg naar mijn boekhouder en realiseer me één ding. Ik heb seks nodig. Ik kan niet eten, ik kan niet slapen. Mijn lichaam trilt. Ik heb ontlading nodig. Ik word gek. Dit kan niet langer doorgaan. Zoek gewoon je plan B, adviseert een vriendin. Je plan B is zoiets als de door de overheid aangeraden seksvriend. Maar het is nog niet zo makkelijk die te regelen. Check hier de actuele status van de fuckbuddies die ik in mijn telefoon heb. Nummer 1 zit in Schotland. Ik app hem of hij misschien kans ziet om een weekend langs te komen. Appt hij terug. Are you kidding me? I have to go into a 10-day quarantine when I get back to Glasgow. Amsterdam is a danger zone. Nummer 2 zit in Amsterdam. Hij appt terug. Een beetje een stomme vraag, maar met hoeveel mensen heb jij gemiddeld per week contact? En zou je dat even voor me op kunnen schrijven? Dude, you gave me chlamydia en nu ben je ineens de god van de hygiëne. Hypocrite. Nummer 3 zit in Suriname. Ga ik hem met het versoepelde corona-IND-reglement naar Nederland halen? Onder het mom van relatie, dan zou hij 3 maanden mogen blijven. 3 maanden. Dag en nacht samen zijn. Just to get some. Verstikkend. Dit is niet het punt van een plan B. Dat je plan B ineens in joggingbroek 3 maanden lang op je bank zit en zegt... I-meetje, zet zo'n propos voor me nou. Voordat je het weet, wordt je plan B per ongeluk je plan A... en zit je ineens in een soort Surinaams huwelijk. I, kan je niet uitkijken, pampa mocho? Roept een man. Oh. Ik ben in gedachten verzonken, bijna tegen hem aangereden. Ik val half van mijn fiets, hij loopt door. Ik sta voor een majestueus grachtenpand. Ik kijk naar links en zie een vrouw naar me lachen. Ze heeft een BH en string aan en staat achter een raam. Naast haar is een etalage met een gigantische paarse vuist. Ik glimlach terug en stap weer op mijn fiets. Dan denk ik, fuck it. Als seks zo makkelijk is voor mannen in deze stad... en als het RIVM zegt dat het mag, waarom dan niet voor mij eigenlijk? Ik ga terug. Ze zit onderuitgezakt, typend op haar telefoon. Ik denk aan de apathisch zichzelf aftrekkende orang-oetang... die ik laatst in de dierentuin zag... door een raam vet van de vinger afdrukken. Ik denk aan de bacteriën op die vinger afdrukken. En aan in wat voor wereld we leven. Ik tik onhandig op het raam. Ze kijkt op. Ik roep door het glas... Doet u ook vrouwen? Ze wijst naar het deurtje naast haar raam. De deur opent op een kier. Er staat een man. Yo, ik ben Gabriel. Wat moet je? Nou, ik wou even met haar praten. Met Valeria? Is goed. Alleen eerst even dit. Hij pakt zijn telefoon en begint te lezen. Did you have one or more of these even the amount of complaints in the past 24 hours? A cough, increased temperature or fever, shortness of breath, benauwdheid, loss of taste, and or smell, or common cold complaints, verkoudheidsklachten. Like a nose, cold nose, verkoudheid, runny nose, loopneus, sneezing, a sore throat. Do you currently have a housemate with a fever and or shortness of breath, benauwdheidsklachten? Have you had the new coronavirus and has just been diagnosed in the past 14 days in the lab? Hij kijkt me na elke vraag indringend aan. Het is duidelijk dat Gabriel een levende leugendetector is. Eindelijk zegt hij, oké, kom maar binnen. Ik stap het gangetje in. Splash! Hij spuit een halve liter antiseptische zeep in mijn hand. Hier links. Hij doet de deurklink voor me open, zodat ik die niet zelf hoef aan te raken. Ik stap Valeria's hokje binnen. Ze heeft het gordijntje dicht gedaan. Hallo, Valeria. No. Mi nom es Valeria. Tien minuten later, ik sta verbluft in het halletje. Valeria heeft een vochtig dettel multireinigingsdoekje in de ene... en een pinmachientje in de andere hand. Zenuwachtig bedenk ik me dat ik geen idee heb hoe duur dit is. Hoeveel kost het om een vrouw naakt te zien? Ik besluit dat ik voor de specifieke vorm van ontspanning... die ik in de afgelopen 10 minuten heb genoten... in de context van mijn acute drooglegging... in een eventueel aanstaande tweede lockdown... bereid ben €450 neer te leggen. Ik heb toch de tozo! It's €40, 7 euro extra because of the sanitary products we had to buy. €7 voor 1 splash handgel? Ik loop naar buiten. In de deuropening zeg ik nog... Valeria, don't you find it weird doing this every day? Ze zucht. Mi amor, you overthink the things. This way I am saving to see my familia in Bogota when this whole shit coño pandemia is over. Ah, you are from Colombia. My family is from Suriname. I really miss them. Even staan we daar, 2 ontwortelden, met eentje aan de receiving end. Ik neem en zij geeft. En ze krijgt er shit all voor terug. Ik ben meer verdwaald dan zij. Valeria doet de deur voor me open en zegt nog... La vida es coño. But it is just like what Gabriel said. What matters in life is not what happens to you, but what you remember and how you remember it. Wow, Valeria, that's really deep. Did Gabriel say that? Gabriel, no. Gabriel es un hijo de puta, bruto e idiota. No, Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos de cólera. Esas monas europeas, ricachonas, privilegiadas, pero no siquiera conocen al dios de la literatura. En ze slaat de deur dicht. Ik fiets weg naar mijn boekhouder. Ik ben maar een kwartier te laat. Kak! Ik ben Valeria vergeten om een kwitantie te vragen. Nu kan ik dit niet als zakelijke kosten declareren. Fuck!